Ik heb de vraag binnengekregen, wat is het verschil tussen een smoothie en een sapje? Ik vond het zelf vroeger ook altijd heel verwarrend, gewoon omdat die twee termen heel vaak door elkaar worden gebruikt. Het verschil is, een sapje is dus enkel en alleen het sap, waarbij de vezels eigenlijk apart worden gehouden. Dat wordt dan meestal gedaan door met een slow juicer of een centrifuge te werken. En een smoothie, daar gaan we eigenlijk de gehele vrucht op drinken. Dus dat gaan we meestal in een blender steken. Nu, de volgende vraag is dan altijd, ja, wat is dan het voordeel of het nadeel daarvan? En ik denk, bij een sapje is het voordeel dat je een heel geconcentreerde massa gaat krijgen. En dat dus al die mineralen en enzymen en al die goede stoffen, dat dat heel geconcentreerd zit en je hebt dat maar gewoon zo op te drinken. Het nadeel daaraan is natuurlijk dat je een heel deel van de vezels verliest en dat ook de suikers heel geconcentreerd gaan worden. Wat is het voordeel bij een smoothie? Dat we dus een deel van die vezels, ook al zijn die dan al een beetje kleiner, dat we die toch nog mee hebben en dat die voor een stuk dus de geconcentreerde suiker een beetje gaan goedmaken. Alleen is daar het nadeel, als je daar bijvoorbeeld een wortel in doet, ja, dat wordt gewoon een kleine wortel en dat drinkt niet zo aangenaam. Wat ik meestal doe, is de combinatie tussen de twee. Als ik voor groenten kies, dan ga ik ze meestal slow juicen, zodat ik alle goede stoffen uit die groenten makkelijk naar binnen kan werken. En als ik met fruit werk, dan ga ik die meestal in de blender doen, zodat de geconcentreerde suiker, want fruit bevat wel veel suiker, dat die toch nog een deel vezels daarbij hebben. Voilà, dat is het verschil. Als je zelf al ervaring hebt met smoothies of sapjes, mag je mij dat altijd laten weten. Of als je een andere vraag hebt, moet je die zeker laten weten hieronder of gewoon via niam.tv.